Bianca en Casper uit Maasland schrokken zich rot toen onlangs dit pamflet bij hen in de bus viel over de risico's van elektromagnetische straling. Omdat mijn zoon een hersentumor heeft gehad toen hij 2 was. En toen dacht ik van ja, ik moet hier nu wel actie op ondernemen. Dit kan ik zo niet over mijn kant laten gaan, nu ik dit eigenlijk allemaal weet. Het zoontje maakt het inmiddels weer goed, maar de andere kinderen klagen vaak over hoofdpijn. En daarom heeft het echtpaar een brief naar de kerk gestuurd. Ik wilde eigenlijk graag weten van de kerk van waarom hebben jullie die geplaatst? En weten jullie ook of er gevolgen aan vast kunnen zitten voor de gezondheid voor mijn kinderen? In het antwoord verwijst de kerk naar de informatiebijeenkomst van de gemeente Midden-Delfland in april in Den Hoorn. Ruim 300 mensen daar hebben al een petitie ondertekend tegen een vergunning voor Vodafone om de masten te plaatsen op de kerk. Het comité zegt dat de overheid studies naar de gevaren bewust negeert. De meerderheid van al het onderzoek laat zien dat het een gezondheidsrisico is. Het comité wil daarom dat nieuwe masten voor het 5G-netwerk buiten de bebouwde kom komen staan. Maar dan hebben we hier geen goed bereik meer binnen. Nee, dat klopt niet. Wij hebben hier prima bereik. Er is ook niemand die klaagt. Dus onze verbazing gaat er ook over dat we niet begrijpen waarom er nog een zendmast moet komen. 5G? Ja, 5G stoppen. Met uitbouwen, want die hele blootstellingslimiet zoals die nu gehanteerd wordt, die is er alleen maar, die faciliteert in wezen de industrie. Met het oog op de komst van de nieuwe 5G-zendmasten overweegt het ministerie van EZ regels te maken voor de maximale straling. En Midden-Delfland zou daarop moeten vooruitlopen, vinden de actievoerders.